vindt u er zelf van? Ik vind, het is wel iets wat ik zou dragen. Ja? Kom je erop, Nora? Kom je liggen op je nieuwe plekje? Vandaag gaan mijn pa en ik een parcours maken voor ons katje Nora. Lukt het? Nee. Nou goed, het gaat goed zoals je kan zien. Ja, we zijn een georganiseerde puinhoop. We hebben hier al een mooi plankje waar Nora op kan liggen. En daarachter gaan we hier zo nog een heel mooi parcours voor haar maken. Zodat ze lekker daar kan gaan liggen, chillen en whatever katten doen, I guess. Nou, het eerste ding hangt. Mijn pa heeft het helemaal in zijn hoofd, hè? Over Nora gesproken, ze is daar. Voor jou doen we dit allemaal, hè? Miauw. Terwijl mijn pa bezig is met het slaapachtig plekje, ga ik bezig met hier zo een trappetje naar beneden maken. Kijk, ik heb nu een trappetje gemaakt. Ga je zo eerst, gaat ze zo schuin. Kijk, dit is toch leuk? Nou, maar top. Oh, en dit moet weer anders, dus dat ga ik nu doen. Nu gaan we het belangrijkste gedeelte ophangen, namelijk het plekje waar Nora gaat liggen. Helemaal er doorheen, hè? Ja. Kom je erop, Nora? Kom je liggen op je nieuwe plekje? Oké, we hebben er te pakken. We gaan eens even kijken wat ze doet. Nora, kijk, je kan hier kan je omhoog. Ja. Oh, oh. Oh, dat is leuk. Oh, dat is leuk. Oh, dat is een mooi plekje. Ja, ze heeft het goed gekeurd. Ze gaat al zitten. Vind je dit een mooi plekje? Dat is mooi, hè? Volgens mij vindt ze het leuk. Niet. Dus ze vindt het niet leuk. Doe het niet. Ja, en vandaag zijn we in Batavia stad. Want Spijk, waarom zijn we hier? Omdat de auto van Max Verstappen hier staat. De Formule 1-wagen. Wauw. We hebben hem gevonden. Ja, yeah, ja. Yeah. Zo benieuwd hoe hij eruit ziet, joh. Oké, dan de volgende keer iets minder geacteerd, ja? Oh, nou, gaan we kijken. Even serieus, hoe moet je het anders doen? We kijken Formule 1, even serieus. Ja, dit is gewoon een auto, hè? Ja. That's it. Zullen we gewoon wat eten halen? Ja, we gaan wat eten halen. Vintage kleding, iets wat nu helemaal hip is en ook voor de goede redenen. Maar ik loop wel ergens tegenaan. Deze outfit lijkt namelijk wel vintage-achtig, beetje, klein beetje, maar het is niet echt vintage. En daar moeten we eens verandering in brengen. Dus het is tijd om eens voor het eerst naar een vintage winkel te gaan. Maar goed, ik blijf een simpele gozer en een beetje modeadvies, nou, dat zou wel handig zijn. Dus ik heb Selina gevraagd, want Selina heeft in mijn ogen best wel vette fits altijd aan. En die kan mij vast helpen. Kan je ons horen? Is dit Nero? Oké, we zijn er. We zijn hier bij Cream en dit is Selina. En wij hebben dus nu een bepaalde opdracht die we moeten doen. Die ik bedacht heb, die jij nog niet weet. Oh, tell me, I wanna know. Zometeen gaan wij hier naar binnen en dan moeten wij alle twee dus één outfit gaan maken. Eentje voor de ander. En dan gaat Nanja. Wie is Nanja? Ja, dat komt nu. Oh, Nanja, wie is dat? Oh ja, dit is Nanja. En zij helpt ons vandaag mee met het zoeken van goede outfits. En uiteindelijk ook als jurylid voor wie de beste outfit heeft. Maar waarom is het eigenlijk zo vet dan, Nanja? Nou, uniek is dat je maar één piece van alles hebt. Dus het moet je maat zijn en je moet het tof vinden en het moet je passen. Dus je hebt iets wat niemand anders heeft. Hey, maar zullen we gewoon beginnen? Let's go. Oké, daar gaan we. Oké, ik denk er dus aan om wel een beetje een soort gelijke outfit aan te doen voor haar wat ze nu ook aan heeft. Want dan weet ik zeker dat ik in ieder geval een beetje goed zit. Dus het wordt een beetje een topachtig iets als ik dat kan vinden. En dan met een leuke wijde broek, denk ik. Dus we gaan gewoon eens even kijken. We hebben hier in ieder geval een hele hoop goede kwaliteit broeken. En ik weet niet wat man- en vrouwenmaat is, jongens. Oh god. Dit ziet er wel leuk uit. Deze is wel gaaf. Ik heb denk ik wel een rekje gevonden waar ik wat ga vinden. Ze draagt al vaak wat leuke gekleurde blouses. Nou, dit is trouwens al gelijk wel vet. Ik denk dat dit wel erboven past. Deze ga ik doen. Ja.
Ik ga deze ga ik er ook nog bij doen en dan is mijn outfit klaar. Nu moeten we alleen nog wachten op Salina, want die moet haar outfit ook afmaken. En dan is het groot moment. Boom! Oké. Flutter met je wel leuk. Oké. Ja, wat vind je er zelf van? Ik vind, het is wel iets wat ik zou dragen. Ja? Nee, ik vind het serieus. Ik dacht dat het ging passen. Ja. Oké. Nee, ja, hij maakt hem wel nog harder, man. Nee, dit staat je gewoon goed. Dan ga ik nu de outfit van Salina laten zien. Salina, komt aan de 3, 2, 1. Wow. Ik weet nog niet hoe het eruit ziet, maar... Nou, ik vind het wel cool. Is het een look? Geef het een 7. Heb jij een cijfer voor jou? Heb jij een cijfer? Een 2. Maar de grote vraag is natuurlijk, welke outfit vindt Nanja het leukst? Ik ben persoonlijk wel meer fan van de outfit die hij aan heeft. Ik ook. W's. Ja, ik ben er wel mee eens ook. Ja, cool. Nou, nice. Je hebt gewonnen. Leuk. Ik weet eigenlijk niet waarom ik wilde filmen dat ik naar buiten liep. Ik deed het ook en toen dacht ik, ja, maar waarom maar? Ik weet even nu niet meer wat mijn script is. Moet je kijken. Oh nee, gaat ze nu net staan? Meen je dit nou? Heb jij je plekje gevonden, Nora? Kijk, ik heb nog een kussentje neergelegd en ze lag hier zo lekker in te slapen. Ja. Wat goed, het werkt.